Een peperdure Lamborghini Gallardo is zondagavond op de A67 tegen de vangrail aangebotst. Vermoedelijk gebeurde dat omdat de bestuurder slipte op de gladde weg en de macht over het stuur verloor. Zelf bleef hij ongedeerd, maar zijn auto had veel schade. Het voertuig, met een nieuwwaarde van 2 ton, is weggesleept. Een militair van het Korps Commandotroepen in Roosendaal leek betrokken te zijn bij drugssmokkel en wapenhandel. Zo zou hij volgens de rechter betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van 2 grote kooktransporten vanuit Suriname. Sinds zijn arrestatie is hij geschorst door Defensie, maar maandag heeft hij ook zijn volledige straf gekregen. In Tilburg heeft een bestuurder zaterdag per ongeluk 3 auto's beschadigd in de Megestraat. Waarschijnlijk is hij onwel geworden. Bewoners hoorden hem flink gas geven, gevolgd door een enorme klap. Toen ze gingen kijken, zagen ze de man nog in de auto zitten en zijn voet nog op het gaspedaal. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een bizar verhaal uit Etten-Leur dan. Daar is de bestelwagen van een pizzeria zaterdagavond gestolen. De dief ging er met de auto vandoor terwijl de bezorger een bestelling afgaf en vervolgde zijn roekeloze route richting Antwerpen. Op de E19 botste hij bewust tegen andere auto's aan, waarna hij bij Brasschaat over de kop vloog en crashte. Bij een huis aan de Bogaert in Kaatsheuvel is zondagmiddag een explosie geweest. Daarbij is de voordeur flink toegetakeld met een kapotte ruit en een vernielde brievenbus. De gang van het huis lag helemaal vol met glas. Een van de bewoners was thuis, maar raakte niet gewond. De politie weet niet waarmee de explosie is veroorzaakt. Het drugslab in Hulte dat donderdag werd ontdekt, is zaterdag ontmanteld. Er waren 3 vrachtwagens nodig om alles wat in de schuur stond, zoals vaten en ketels, af te voeren. Daar zat ook een ketel van 2 bij 3 meter tussen. Eerder die week werden er 4 verdachten opgepakt, geblinddoekt en wel.